Serie Senioren 1 en 2. Snelste serie bij de senioren 1 en 2. Twee dames steken er bovenuit. Dat zijn Kirsten van Halle en Anna van Droffelaar. In 3.65 is de tijd van Kirsten van Halle. Daarmee keert zij als eerste. En als tweede Anna van Droffelaar in 1.64. In 5.13 is de tijd van Sklavendijk in baan nummer 5. En keert daarmee als derde. Het scheelt toch wel 2 meter, 3 meter tussen Sklavendijk en de andere dames. En nu Anna van Droffelaar op de schoolslag. Die op kop zwemt, zij zegt voor het eerst in van Anna uit baan nummer 6. Anna van Droffelaar, die natuurlijk ook kennen van haar goede schoolslag. En van Droffelaar, die gaat hier keren van schoolslag naar vrije slag. En dat is 1.41.83. En dat is ook interessant, want van Droffelaar zit daarmee onder de Nederlands record 18 jaar split tijd. Dat Nederlands voor 18 jaar, dat zou op naam van Eline Stanis, 2.14.45 moet ze dan zwemmen. Dat zou betekenen dat ze ongeveer 31 seconden kan doen over haar vrije slag. Dus daar kijken we naar Anna van Droffelaar en naar de klok van 2.14.45 houden wij in ons achterhoofd. Terwijl van Droffelaar naar de muur gaat, dan kijken we naar die tijd en dan is het 2.14.01. En dat betekent een nieuw Nederlands record 18 jaar. De tweede tijd van Kirsten van Halle in 2.16.45, persoonlijk record en de derde tijd voor Merel Schravendijk. Maar we zien dat 2.14.01 officieel het snelste is. Het snelste wat iemand van 18 jaar ooit gezongen heeft in Nederland. Dames en heren, uw applaus voor Anna van Droffelaar!